Als je onderzoek wilt doen of als je informatie wilt verzamelen, kun je natuurlijk altijd goed terecht bij de bibliotheek. Jouw hogeschool heeft ook een bibliotheek. Dit gaat over de bibliotheek van Stenden Hogeschool. Daar werken mensen op zo'n bibliotheek die je heel graag willen helpen bij alles wat je nodig hebt om jouw informatie te vinden. Er zijn diverse hulpmiddelen ter beschikking en ik zal in deze video daar iets meer over vertellen. Nou, als je kijkt naar de bibliotheek van een hogeschool, wat is daar dan zoal aanwezig? Nou, natuurlijk allerlei boekencollecties die speciaal voor allerlei opleidingen zijn verzameld. Vaak zijn die boeken beoordeeld door docenten die lesgeven in de betreffende onderwerpen. Die boeken staan natuurlijk op onderwerpen in de kast, die kun je daar met een catalogus weer uithalen, kun je ze weer opzoeken. En natuurlijk heeft een bibliotheek niet alleen boeken, maar ook allerlei andere materialen. Denk maar aan boeken en tijden, maar ook tijdschriften. Denk maar aan rapporten die er kunnen liggen. Misschien CD-ROMs waar informatie op te vinden is. DVD's waar video's op te zien zijn. En toegang tot allerlei e-books, elektronische boeken die je kunt gebruiken. En die je kunt ja, op je iPad of op je tablet kunt zetten. Heel belangrijk is ook de toegang tot full-text databases. Een full-text database, dat is een database waar artikelen in staan die er volledig in staan. Dus full-text, dus alle informatie van het artikel staat er ook in. Je hebt ook wel databases waar een soort uittreksel is te vinden van een bepaald artikel. Maar dan, ja, dan moet je dus vervolgens nog weer verder gaan zoeken naar de informatie van het betreffende artikel. Ook daar kan trouwens een bibliotheekmedewerker je weer mee helpen als je dat wilt. Nou, verder kun je natuurlijk in de bibliotheek zoeken. Zoeken naar de catalogus natuurlijk van de hogeschool. Ik zei dat net al even. Je kunt ook zoeken in de full-text database, hè, per opleiding bijvoorbeeld. Je kunt ook zoeken in de e-books die je wilt gebruiken. En je kunt ook zoeken in Google Scholar. Dat is ja, iets wat Google heeft ontwikkeld. En niet de gewone Google zoekmachine, maar speciaal voor het zoeken in wetenschappelijke artikelen. En je kunt als laatste kun je ook zoeken in een openbare database waar informatie te vinden is. En die heet WorldCat. Nou, wat je hier ziet is het beginscherm van de bibliotheek van Stenden, wat op internet te vinden is. Bij iStenden kun je daarop verder zoeken. Wat krijg je dan te zien? Je krijgt dan de Stenden Library, de Stenden Bibliotheek te zien, de informatie die je daar kunt vinden. En dan zie je dit openingsscherm met allerlei verschillende mogelijkheden. Nou, bijvoorbeeld, je ziet hier een zoekvak waar je informatie kunt intikken. Waar je graag meer van wilt weten. En je kunt dat ook nog verbijzonderen. Hè? Dat andere was in alle sources, maar misschien zeg je van ik wil alleen maar in de catalogus van Stenden Bibliotheek kijken. Dan kijk je dus alleen in de boeken. Je kunt apart zoeken in de e-books, je kunt in de tijdschriften kijken, je kunt in de databases kijken, maar dan gerubriceerd per opleiding, dus per onderwerp. En je kunt ook zoeken in alle databases. Dus verschillende mogelijkheden om te zoeken naar de informatie die je nodig hebt. Nou, verder vind je op de openingspagina van de Stenden Library, van de Stenden Bibliotheek, de informatie over de APA-manual. Daar is overigens een aparte video over te vinden. APA is een manier om literatuurverwijzingen op te stellen. En daar heb ik een aparte video over gemaakt die je dat uitlegt. APA staat voor American Psychological Association. En die hebben standaards bedacht die in het hoger beroepsopleiding veel gebruikt worden om verwijzingen naar literatuur aan te geven. Nou, je kunt ook in zogenoemd RefWorks gaan werken. Ik zeg daar straks nog even iets meer over. Je kunt natuurlijk lenen, borrowing, maar je kunt ook boeken en materialen reserveren. Nou, verder nog wat informatie over de openingstijden van de bibliotheek. Nou, als je nou bijvoorbeeld wilt gaan zoeken naar een bepaald onderwerp, dan kun je dat doen in de zogenaamde full-text databases. Ik heb dat net al even genoemd.
zijn een aantal full-text databases beschikbaar binnen de bibliotheek van Stenden. En bijvoorbeeld is dat Springerlink. Springerlink is een database waar je allerlei artikelen in kunt vinden uit tijdschriften die worden uitgegeven door Springer. En er staat onder andere Springer, er zijn ook nog een aantal andere uitgevers die daarbij betrokken zijn. Nou, je kunt daar gratis artikelen, kun je daar gratis content van onderzoeksartikelen kun je er vinden. En uit tijdschriften. Hè, voor sommigen kun je wellicht moeten betalen, maar in dit geval is het zo dat Stenden daar een abonnement op heeft en is het voor Stenden medewerkers en Stenden studenten gratis te beschikken. Dat geldt ook voor de andere Nederlandstalige, hè, LexisNexis Academic, Nederlandstalige landelijke en regionale kranten en tijdschriften online. Dus je kunt daar tijdschrift- en krantenartikelen in vinden. Verder is er de HBO Kennisbank. Dat zijn onderzoeken, scripties van studenten. Dus het materiaal wat door studenten is opgesteld. Bijvoorbeeld een afstudeerscriptie die je misschien zelf gaat maken. Die komt wellicht te zijner tijd ook in HBO Kennisbank terecht. Nou, studenten, docenten, maar ook lectoren van de hogescholen van Nederland. Daar is de HBO Kennisbank op gericht. Dan heb je nog een vierde, dat is een database die toegang geeft tot meer dan 500 tijdschriften binnen verschillende vakgebieden, waaronder sociale studies, technologie en zorg. Nou, dit zijn vier full-text databases die je als student of medewerker van Stenden kunt gebruiken. En die kun je rechtstreeks benaderen vanuit school, maar ook vanuit jouw vanuit je thuissituatie. Je moet daarvoor wel een account natuurlijk hebben bij Stenden, omdat Stenden hiervoor voor betaalt. Nou, als je nou artikelen hebt gevonden, dan is het natuurlijk van belang dat je de bron weet te vinden, hè? De bronverwijzing daarvoor hebt. Ik heb daar ook al in een andere video iets eerder over verteld, dus zoek die er vooral even bij. Maar je ziet dat het nogal wel ingewikkelde dingen zijn. Hè? Rechts in beeld zie je literatuurlijst volgens APA. Nou, en dan zie je allerlei prachtige hiërogliefen waar je niet zo blij van wordt natuurlijk. Want dat moet je allemaal overschrijven en opnemen en later misschien wel weer uittikken. Omdat je natuurlijk een bronverwijzing wilt doen. Nou, daarvoor is RefWorks aangeschaft. RefWorks geeft je de gelegenheid op het moment dat jij zoekt in de full-text databases van Stenden, dat je ook automatisch de referenties naar de artikelen, dus zeg maar de verwijzingen naar de artikelen, automatisch kunt opslaan in RefWorks. Dus RefWorks, daarin maak je dus een account aan van jezelf. En dan kun je alle artikelen die je hebt gevonden, waar je informatie uit hebt gehaald en waar je ook een verwijzing naar wilt hebben, die kun je heel eenvoudig met een muisklik kan je die in RefWorks zetten en daarmee kun je je eigen literatuurlijst samenstellen. Zoals je daar rechts in beeld ziet, die kun je ook op die manier afdrukken, die kun je gebruiken in je tijdschriften. Dat is RefWorks. Heel handig als je in full-text databases bezig bent. Nou, als we nou dat allemaal op een rij zetten, dan kun je dat natuurlijk eens even gaan uitproberen hoe dat werkt. Je hebt de databases, neem in overleg met je docent een actueel onderwerp op je vakgebied. En, hè, dat is wat je kunt doen. Misschien mag je zelf iets bedenken. Misschien zegt de docent van nou, ga hier maar naar zoeken. Nou, dan is dat natuurlijk de opdracht. Dan ga je naar de verschillende databanken die van toepassing zijn en zoek naar een recent tijdschrift, een artikel over dat onderwerp waar we het net over hadden. Wat je net gekozen hebt. Nou, dan noteer je wat je gevonden hebt. Je auteur, titel, artikel, naam, tijdschrift, krant, jaar en nummer en dergelijke. De pagina eventueel. En hier kun je natuurlijk weer uitstekend dat RefWorks, wat ik net al even noemde, gebruiken. Zodat je dat niet allemaal hoeft op te schrijven. Zorg dat je dat jezelf aanwendt om dat op deze manier te doen. Zodat je later heel makkelijk dingen weer terug kunt vinden. Nou, en dan is iedereen blij. Want dan moet je daar natuurlijk wellicht een nog wat nadere informatie over verwerken. Misschien vraagt de docent je wel of je het een kleine uittreksel ervan wilt schrijven, het artikel wilt lezen. En dan hoort dat natuurlijk ook bij de opdracht. Nou, als de docent je niet direct een opdracht weet te geven, dan kan je eentje hiervan kiezen.
Lees dit even na. Dit zijn een paar voorbeelden van onderzoeksvragen die je bijvoorbeeld zou kunnen beantwoorden door de opdracht in de vorige dia uit te gaan voeren. Nou, dat is wat ik wilde zeggen over het gebruik van de bibliotheek. Maak gebruik van de faciliteiten die er zijn. Maak gebruik van de bijbehorende website. Vraag de medewerkers, die zijn heel behulpzaam en die wil je graag verder helpen om de informatie te vinden die jij nodig hebt voor je studie of bijvoorbeeld voor je onderzoek. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt.